April Ranshuizen heeft namens GroenLinks Nijmegen een motie ingediend waarin zij oproept om Nijmegen toegankelijker te maken voor personen met een handicap. Eerder maakte ook de Verenigde Naties daar al afspraken over. Het kan altijd beter, dat sowieso. We zijn wel heel goed bezig in Nijmegen. Dit is ook het VN-verdrag is geratificeerd, toegekend door Nederland op 14 juli. En daar moeten we met z'n allen mee aan de slag. Wij zijn er hartstikke voor. We zijn er heel blij mee dat ze dat hebben, dat die motie wordt ingediend. En we hadden ook al een beetje een voorschot genomen, want we hebben een werkgroep in het leven geroepen. Om na te denken over hoe gaan we dat VN-verdrag, wat nu eindelijk is geratificeerd, hoe gaan we dat handen en voeten geven hier lokaal in Nijmegen. Je ziet rondom het station en de looproute van het station naar het centrum. Daar is nog wel heel veel, ook voor mensen in de rolstoel, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld blind zijn, nog wel moet echt wat aangepast worden. En ik weet dat onze wethouder ook wel naar aan het kijken is. Maar horecagelegenheden in de stad, daar hoor je toch ook regelmatig van mensen die geweerd worden of niet goed naar binnen kunnen. Nou, bijvoorbeeld als het gaat om de toegankelijkheid van informatie. He, want er wonen heel wat mensen in Nederland die of laaggeletterd zijn of die, he, zoals het dan heet, zwak begaafd zijn. Die gewoon moeite hebben in deze samenleving om mee te doen. En het gaat niet alleen om de gemeente, maar ook om andere partijen. Die moeten dat niet moeilijker maken. Want aan de ene kant is het beleid erop gericht, he, dat mensen kunnen meedoen. Aan de andere kant werkt het beleid soms ook averechts. Wij willen graag dat Nijmegen meedenkt naar de European City Award. Prijs eigenlijk. Die is ingesteld in Europa om allerlei Europese steden te stimuleren om te werken aan inclusie, aan betere toegankelijkheid voor iedereen. Mm-hmm. En ik denk dat als wij kijken naar wat we al in Nijmegen doen en met alle plannen die er nog straks gaan komen, dat wij best een goede kans maken.